Ik heb totaal geen idee waarom de busvergunningen niet zijn opgehaald. Dit zegt Marlon Schoonhoven, waarnemend directeur transport en communicatie. Hij neemt waar voor Joyce Blokland, die voor een maand uitlandig is. Schoonhoven heeft ongeveer half maart een oproep geplaatst voor de bushouders om voor 29 maart de vergunningen op te halen. Hij deed dit nadat bleek dat de vergunningen gereed waren en toch niet waren opgehaald. Nu slechts de helft van de bushouders is geweest om de vergunningen op te halen, geldt voor het andere deel dat zij opnieuw een aanvraag zullen moeten doen, benadrukt Schoonhoven tegenover onze nieuwsdienst. De afdeling heeft in dit kader de buscontrole opgevoerd. Degenen die zonder een vergunning rijden, lopen het risico dat de bus van de weg wordt gehaald. Indien een buschauffeur tegenstribbelt, wordt de politie erbij gehaald, zegt Schoonhoven. Sommige buschauffeurs zijn volgens de directeur op 3 april op kantoor verschenen om de vergunningen op te halen. Maar die waren dus rijkelijk laat en hebben achter het net gevist. Ook zegt hij met het PLO-bestuur gesproken te hebben. Voorzitter John Mahadeo heeft toen een vergadering belegd waarbij de leden op het hart is gedrukt de vergunningen op te halen. Hetgeen toch niet is gebeurd.